liggen. Maar er zitten overal uitdrukkingen in die je vast kan zetten. En als je dat dan vast gaat zetten, dat noemen we dan een masker. Dat zet je op. En met name dan over de emotiemaskers. Ik heb de architectuur van het gezicht, de coördinatiepunten, zeg maar, de lijnen die je kunt trekken alsof het een landschap is, zeg maar. Noord, breedte en lengte. Lengtegraad, zeg maar, et cetera. Nou, en dan reken je dat uit wat er gebeurt als je vrolijk bent. Hoe dat er dan uitziet. Dus een soort kaart maak je dan. En al die eigenschappen die heb ik gebruikt als een soort techniek om deze maskers te ontwikkelen. Maar het zijn er 21, 22 precies te zijn, want je hebt ook een neutraal masker nodig. Een soort eikpunt om te zorgen. Ja, dat je toch al, dat je bij maskers alles wat uitvergroot, moet je dan ook weer zeggen, nou, even kijken wat is dan het eikpunt. Dus dat neutrale masker, daar kan je eigenlijk alles mee spelen, maar tegelijkertijd ook het meest moeilijke masker, omdat alles mogelijk is. En verder gaat het van kwaad naar bang, verbaasd, tot walgend, blij. Er zijn dus heel veel combinatiemaskers ontstaan. Er zijn 21 universeel herkenbare emoties.
luisterend als het masker afgaat. Hè? Dus als we dat heel langzaam doen, dan zie je de spanning nog in het lijf en dan zie je de spanning nog in het gezicht. En dan denk je, oh ja, het is er nog eigenlijk. Hè? Dus het zit echt heel erg van binnen.